Wauw. Oké, dit is zeker veranderd. Ik meen me te herinneren dat als je hierboven kwam, hadden wij hier een tv ergens hangen met een bank en wat kisten. En ik had hier ergens een... Voor mij had ik hier mijn bed. Het is inmiddels een badkamer geworden. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Heb jij er vandaag zin in en jij wil mij supporten net als nou, wat jullie gisteren hebben gedaan. En we gaan vandaag overigens voor de mensen meteen voor 5 likes vandaag. Enorm veel. Klik natuurlijk even een duimpje omhoog aan. Als je nieuw bent, hallo, welkom, abonneer. Ben je dus niet ingelogd op je YouTube, doe dat even. Want dan kan je dat doen. En ben je nou al geabonneerd, check dan, ik blijf het zeggen mensen, of het belletje goed staat. En als het goed staat, volg me dan op social media, links via YouTube beneden in de beschrijving. Of join de Discord, want wat ik vaker zeg, YouTube pusht onze video's niet door. En daar altijd wel. Goed mensen, wat we vandaag doen is, we zijn hier in Gredeel. Die is bijna min 17. Zie je dat ook aan mij? Kijk, ik ben helemaal wit. Nee, het is hier behoorlijk koud. Ik weet niet op welke stad deze stad is ingesteld, maar ik denk Rusland. En voor de mensen die het niet weten, in Gredeel heb ik natuurlijk altijd een huis gehad. Mijn oude villa. Ik noemde dat mijn mooiste villa die ik ooit heb gehad in Mindtopia. Omdat ik hem ook oprecht mooi vond. Alleen toen hier de boer ging overstroom, weet ik al, met die berg die hierachter stond, die inmiddels helemaal weg is. Toen heb ik noodgedwongen mijn huis moeten verlaten, om zo maar te zeggen. Omdat anders, weet ik, het werd bedolven en het kon minder waard zijn en bla, 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 bla. En toen heb ik hem dus weggedaan. En ik reed dus natuurlijk alweer enige tijd open. En het huis van mij staat er nog steeds, alleen het is niet meer van mij. En ik had vandaag zoiets van, laten we vandaag eens even gaan kijken bij het huis. Hoe, wat allemaal. Wat is er veranderd? Wat is er nog? Et cetera, et cetera. Ik wil beginnen zeggen, het is dit huis, maar nee, het is dit huis. Maar hier staat een deur open. Xaxia. Plot info. Oh, eigenaar leden geen. Hey, in dat geval. Home tour! Wat is dit huis? Dit is blijkbaar ooit van de buren van mij, was dit huis. Het is hier al meteen een stuk lelijker. Ik bedoel, wie heeft nou midden in zijn woonkamer een strippaal staan? Met een bank en weet ik het allemaal als je binnenkomt. Ik bedoel, vind ik maar raar. Oké dan, heb je dus een liggend huis. Ik weet niet of dit te koop is over. Dit moet denk ik een bad zijn, alleen geen water meer in. Een kleine slaapkamer hier met... Oké, nog een kleine badkamer ding is. Maar goed, die kan je vanuit dat huis goed hier kijken. Dus een beetje ongemakkelijk. Een pc'tje. We gaan hier verder naar boven toe. Waar de hel gaat dit in godsnaam heen? Oh, er zit een deur achter, die is dicht. Maar alles is toch van glas, dus je kan overal doorheen kijken. Nou ja, dat is voor de rest niet zo heel erg boeiend. Dan heb je nog een klein bureautje. Oh, die bent hier buiten. Voor de mensen die denken, wat doe je, Duf? Dat is, ik blies zeg maar met mijn de deur open. Om even toch ziek om buiten te spieken. Leuk huisje wel, alleen, I don't know. Ik denk niet dat iemand hier echt behoefte aan heeft om te kopen. Ik weet niet, dit is echt maar niet een huis wat, denk ik, heel erg aanspraak heeft op iets. Ik weet niet, de kleur, de ligging. En dan niet eens per se de ligging, dat de ligging slecht is. Maar het is gewoon, I don't know, meh. Maar goed, maakt helemaal niet uit. In ieder geval, dit is het huis wat dus helemaal gewoon van niemand is. Ik weet nog wel, in de tijd dat dit hier kon kopen, was dit echt super duur. Was dit iets van de luxere gebeuren allemaal, maar goed. Eigendom van tuincentrum Mindtopia Flora. Oké. En wat doe jij hier? Ik neem aan dat ze hier bij dit huis ergens bezig zijn. Of iets met de tuin of weet ik het allemaal. Want anders zou dit natuurlijk hier ook niet staan. Maar voor de mensen in ieder geval. Dit is dus het huis wat ik ooit heb laten bouwen. Ik weet niet meer wat het allemaal heeft gekost. Maar het heeft in ieder geval geld gekost. En hier heb ik natuurlijk een hele lange tijd ook gezeten. Omdat dit vond ik echt een van mijn mooiste huizen. En overigens, ja, hier zijn geen barrier blocks. Dus je kan hier tegenwoordig gewoon lopen. Gewoon het model ervan. I don't know why. Maar ik vond het gewoon super vet. Ik was er ook echt blij mee. Het is wel iets veranderd, zie ik al wel. Ik had hier natuurlijk altijd een boot liggen. Nou, ze hebben geen boot. Maakt op zich helemaal niet uit. Maar wat ik nu ook zie, je kan hier ook niet meer met je boot uit. Dus, well, that makes sense. Oh, maar dat haalt toch ook wel een beetje de magie van het huis weg, vind ik. Ik bedoel, ik weet niet of er ooit iets van een sluis nog komt, doordat het open kan. Maar hè, dat vind ik toch een beetje minder. Ik heb ook het idee dat het allemaal wat kleiner is of zo. Ik weet niet. Ik had natuurlijk hier geen rand. Of had ik dat wel? Ik weet het niet eens meer. Maar het ene weet ik wel. De tuin is kleiner dan wat het was. Dat weet ik 100% zeker. 100%. Dus degene die dit heeft, je bent een stuk van je tuin kwijt. Just saying. Het zwembad is hier nog steeds, is wel nog steeds stroomt. Overigens voor de mensen zich afvragen. Het is nog steeds verwarmd water. Daarom het blijft stromen. Daarom bevriest het niet. Just saying. Oké.
Voor de mensen die het nog weten, ja, wij zijn toen vanaf daarboven, ik weet niet of dat nog kan, of daar deuren zitten, maar zijn wij vanaf daarboven in het water springen. Waarom? Don't even ask, just accept it, we did it. dan heb je hier natuurlijk de ingang en dat is gewoon open. Nou, dankjewel. Dit zijn de laatste, wat ik zeg, veel huizen open. En voor de mensen die er rechts achterlaten, durf je jouw huis in Mytopia ook open. Of in ieder geval mijn hekken, ik weet het, maar dat heeft Bandit gedaan, die heeft me van die Iron Doors afgehaald. Dus ik kan die eigen Iron Doors kan ik niet dicht doen, oké? Just saying. En mijn huisje correspondent heb ik natuurlijk zelf opengezet. Zo van, yo, kijk maar lekker, want eigenlijk even damn. Oh, dit is ook Chaxia. Oh, waarschijnlijk heeft dit dan ook helemaal geen eigenaar meer. Well, that makes sense. In ieder geval, voordat we allemaal gek gaan doen, we moeten even de boel checken. We hebben hier tegenwoordig een keuken met een aantal kistjes hier. In mijn tijd was dit geen keuken. Ik had hier wel een kist staan met mijn allemaal gefeliciteerd boekjes van toen ik een keer jarig was. Die heb je allemaal mij gestuurd. Dit is wel iets veranderd qua inrichting. Maar misschien is het wel beter dan wat het was. I don't know, het is natuurlijk persoonlijke smaak. Wat dit is, ik heb geen idee. Dan hebben we hier een raam, nou dat had ik volgens mij ook. En bij mij was dit altijd open naar de tuin toe, dat je wat meer open had. Maar goed, natuurlijk met min 16 is wel lekker als het ook dicht is. Maar goed, gele bank, afschuwelijk. En ik weet niet wat dit is, maar leuk dat het er zit, zo van opvulling. Maar I don't know, je hebt ook niks aan dat raam en zo allemaal. Dus een beetje onlogisch in mijn ogen, maar goed, maakt helemaal niet uit. Dan gaan we even naar boven toe. Want hoe is het hier op de bovenverdieping überhaupt? Wauw. Oké, dit is zeker veranderd. Ik meen me te herinneren dat als je hierboven kwam, hadden wij hier een tv ergens hangen. Met een bank en wat kisten. En ik had hier ergens een... Voor mij had ik hier mijn bed. Dit is inmiddels een badkamer geworden. Sure. Maar voor mij had ik hier mijn bed zitten. En dan had ik hier... Of was de verdieping hoog? Nee, het was echt wel gewoon hier. Wat staat hier? Item frame ladder. Ja, dat dus. Item frame ladder. Tuurlijk. En ze hebben hier een klein kantoortje ervan gemaakt. Lachen. De hele dag naar Lars Hoofd kijken. Oké. Ja, dat is toch wel even een verandering dan wat ik natuurlijk met het huis had. En dan hebben we hierboven nog steeds een opslag. Ja, maar ook weer anders met nog een bed. En nog een tv en alles. Wait, what? En hier ook nog een keer een bad. Oké, ze hebben het zeker gemaakt dat je hier met meerdere mensen kan gaan wonen. Slash slapen, slash weet ik het allemaal. Maar wait a second, kan je dan het dak niet meer op? Wait. Kan je het dak hier niet meer op? Ik had hier op het dak had ik een hele grote haan natuurlijk van helikopters. Zodat wij helikopters erop konden landen en via stairs naar beneden kan. Hey, dat wil ik zo meteen wel even gaan checken. En daarvoor is het handig natuurlijk dat ik fly heb. Dat ik dat soort dingen ook in opnames mag en kan checken. Want, what the freaking hell. Oh, jawel. Oh, kijk hier. Dit is hier nog wel. Nou is het eigenlijk niet de bedoeling dat ik deuren open. Dus dan ga ik het ook maar niet doen. Jullie dachten dat ik het wel ging doen, hè? Maar ze hebben dus één kant dicht gedaan. Wat ik nou wel ga doen, ik ga nog wel even met fly, ga ik sowieso nog wel even hier om het huis heen vliegen deze opname. Omdat ik het even vanuit de lucht ook nog wil kijken. En ik ben toch wel heel erg benieuwd hierna, maar dan gaan we vanaf buiten maar wat checken. Want daar komen we er in ieder geval achter. Hoe wat allemaal. Maar er is dus wel heel erg veel veranderd in dit huis. Er is flink wat geld hieraan gegooid, om zo maar te zeggen. Even kijken, als het goed is zit ik in Venice, right? Oh, ja, ik zat al in Venice. Goed, there we go. Even kijken of er nog een helikopterplatform aanwezig is. Nee joh. Ja, of het is gewoon natuurlijk bedolven onder sneeuw. Maar dan zou dit... Dan zit de haan moeten zijn. Maar dan zou hier het tussenstreepje moeten zitten. En die zit er niet. Oké dan. En ze hebben hier een iron trap doorgemaakt. Dat je natuurlijk niet dus daar naar binnen kan. Maar... ja, ze hebben hier dat dus nu... Oké, dus ze hebben hier dit dus wel even iets veranderd. Om zo maar te zeggen. Grappig. Tegelijkertijd. Dus even en natuurlijk nog even voor de mensen vanaf een bovenaf shot of een in de lucht hang shot. Het huis is iets anders nu dan wat het is. Qua huis is het nog wel hetzelfde, maar de tuin is iets korter. Maar dit was in ieder geval mijn huis. En ja, je ziet ook wel het verschil natuurlijk wat ertussen staat voor een villa's. Het is een andere kleur, het is een heel hele andere bouwstijl. En dit was toch wel een van mijn mooiste huizen die ik had in Mytopia. Een vet natuurlijk dat hij er nog steeds is. Degene die hem ook heeft, wees er enorm blij mee. Het enige wat je wel hebt is, je hebt een kist die steekt uit in het dak. Just saying, weet je wel, maar doet goed. Een normale speler als je hier staat, zie je dat niet. Maar het zit er hier nog wel. Wou ik toch even kijken en voor de mensen, ja, ik mag dat. Voor opnames mag ik fly hebben of dit of dat of zo. Om natuurlijk vanaf een bovenaanzicht te zien.
Wel vet natuurlijk dat het nog is. Voor mij is heel de magie er wel van af. Omdat natuurlijk destijds had ik het één keer gekocht. Daarna ging het kapot. Dus dan heb ik er niks meer mee. Maar wel leuk natuurlijk voor degene die hem heeft. Of als hij überhaupt nog van iemand is. Ik weet het niet eens. Dat natuurlijk het huis nog is. Grappig om het weer terug te zien. Grappig. Zelfs als stel Q-Tractor zou nu terugkomen met de oude map en zo allemaal. En mijn bedrijf zou het nog zijn. En mijn pand en et cetera. Zou ook grappig zijn om dat weer te zien. Alleen, ja, ik denk niet dat het zo is. Maar hey, lachen dat we het weer eventjes een keertje hebben kunnen kijken. Voor degene van wie het is en als van niemand is. Have fun ermee. Nice. Just saying. Nice. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe ik allemaal even lekker een duimpje omhoog en klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot de volgende keer.